Zo, het gaat weer gebeuren. Er staat er weer een te wachten. Mooie afspraak, ja ja. Ik ben heel benieuwd hoe dit gesprek gaat verlopen. Ik had dat al heel lang in mijn hoofd. Ene Liban. Volgens mij wordt dat heel interessant. Parkeerterrein DVS en daar staat hij. Hij vindt het ook wel spannend hoor. En ik zelf ook. Maar we gaan ervan genieten. Hi, Liban. Dag. Hallo, welkom. Hallo. In mijn autootje. Ja. Ja. Zeker. Als ik jou in een auto zie, dan is dat vaak dat ding van de gemeente, weet je wel? Ja. Zodat onze wegen weer brand en brandschoon zijn. Dat is de bedoeling zeker, ja. Ja, dat is de bedoeling inderdaad. Ja. 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 Maar Liban, wie is dat? Liban, dat is de inwoner van gemeente Ermelo. Ja? En sinds? Sinds 93. 1993? Ja. En waar woonde je daarvoor? Daarvoor, ik ben 2,5 jaar in de Sneek gewoond. Ja? In Friesland. Waar dit toevallig onze DVS naar zaterdag gaat. Ja. En daar heb ik het toevallig ook een jaartje mee gevoetbald. ONS. Ja. En en toen ben ik via eigenlijk ben ik Ermelo gekomen. Ja. Ja. En maar voordat je in Sneek kwam, daar kwam je als je vroeg asiel aan. Ja, ik kom uit oorspronkelijk uit Somalië. Ja. En ben ik gevlucht vanuit Somalië naar Nederland. Ja. En ik ging eigenlijk officieel eigenlijk naar de richting Zweden, zeg maar. Om daar mijn oom die heeft daar gestudeerd, zeg maar. Ja. En ik dacht, nou, dat ken ik, die naam heb ik al eens gehoord, zeg maar. Ja. En zodoende dat. Dan heb je op dat moment geen andere keuze, zeg maar, voor jezelf om ergens heen te gaan waar je op dat moment eigenlijk de veiligste plek voor jezelf is. Ja. Dan ben je blij dat je ergens bent. Zeg maar. Nou, dat geloof ik, ja. Ja. Zeker. Dus. Hey, toen was je nog een jonge man? Of, ik was 19 toen ik hier kwam, zeg maar. Ja, jij was 19. Ja. Hier heb je een vrouw leren kennen. Ja. En gezin gezicht. Gezin gezicht, hier erg mooi. En hoeveel jongens? Ik heb er 5 jongens. 5? Ja. Knijter. Ja. 5 boys. Alle 5 voetballen of niet? Alle 5 voetballen. Ja. Wat leuk. Ja, zeker. Mooi. Prachtig. Ja. Ja, en die zijn natuurlijk allemaal hier bij DVS begonnen. Ja, absoluut. Ja. Ja. En dat heeft jou denk ik wel veel plezier gedaan. Ik heb heel veel aan te danken met DVS, absoluut. Ja, maar DVS ook aan jou, heb ik het idee. Ja, dat hoop ik. Ja. En ze hebben mijn kinderen eigenlijk een groot gedeelte gevormd, zeg maar. Ja. En ik ben blij dat ze ook vrijwilligerswerk doen van de kinderen. Ja. Bijvoorbeeld Dennis en Erik allebei. Ja. Ja, die ene geeft die trainen onder de 14. En de andere Dennis de Beutje, gewoon scheidsrechter. Ja. Je was zeker ongelooflijk trots toen die DVS tegen Jong FC Utrecht met het grootste gemak vloot. Ja, zeker weten. Zeker weten. Dat is mooi. Ja. Ja. Maar dat is ook dat je gewoon wat terug doet hier, weet je. Ja. We hebben eigenlijk alles te danken aan hier. En Ermelo en En als je iets terug doet. Ja. Dat geeft ook voldoening, zeg maar. Ja, dat is absoluut zo. Ja. Dat is absoluut zo, ja. Ja. En, maar het is ook heel erg goed dat je dat op die manier doet. Ja, zeker. Er zijn helaas ook wel collega's, asielzoekers of degene die daar niet zo goed mee omgaan. Dat zie je zelf ook al. Ja, zeker weten. Hè? Zeker weten. Ja. Wij proberen gewoon een voorbeeld te geven, zeg maar. Ja. Dat is niet alleen maar nemen is, maar moet je ook geven, zeg maar. Ja. Wij hebben zoveel gekregen hier, dat ik gewoon ook, zeg maar, dat wij iets ook terug doen. Ja. Ja,
dat is hij meer dan, is hij niet meer dan zeg maar normaal. Normaal, ja, zeg maar. Ja, 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 ja. Hey, ja. En wat doe je allemaal dan voor vrijwilligerswerk bij DVS? Ik doe eigenlijk kantine, daar heb ik mee. Ja. En dan heb ik ook wat allemaal dingen die nodig zijn van onder de 11 wat met mijn kinderen zitten, zeg maar. Ja. En ook als je nieuw mensen zijn, probeer ik ook weg te helpen, zeg maar. Vooral die trainers van de jeugd, zeg maar, bijvoorbeeld. Die willen graag weten bepaalde dingen en waar kunnen ze dingen halen. Waar wie moeten we zijn, zeg maar. Ja. Probeer ik dat ook. En ook, er zijn er wel andere dingen waar ik doe, zeg maar, bijvoorbeeld bij als je daar net een cursus gaat even in de HBO, zeg maar. Ja. Ook dat je gewoon als je speler bijvoorbeeld in het veld, wat gebeurt er, zeg maar, dat kunnen we helpen, zeg maar. Ja. AED natuurlijk. Ja, ja. Zeker weten. En en andere dingen, zeg maar. Ja. Ja. Mooi. En dan vertel ik je wat later, zeg maar. Mooi. Ja. Hey, en je hebt hier ook wel bijzondere interesse natuurlijk voor het eerste elftal. Ik zie je nog wel eens bij trainingen staan en zo. Ja, ja, ja. 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 Ik vind dat gewoon, weet je, die spelletjes vind ik altijd het mooiste wat is, zeg maar. Ja. En ik vind dat altijd een beetje volgen bij van de eerste ons elftal van vlagdrager voor ons, zeg maar. Ja. En ook zo na A1. B1, C1, ook anderhalf talen, zeg maar. Ja. Probeer ik het zoveel mogelijk te volgen, zeg maar. Ja. Ja. Kijk eens, dat zijn even een stel wielrenners, hè? Ja. Even lekker op de grote weg. Ja. Even profiteren dat er niet zoveel. Ze nemen ze gewoon alle verkeer is. Ja. Goeie, Gerrit. Ja. Ja. Hey, en wat vind je? Wat vind je van het eerste? Ik vind dat gewoon dat ze heel goed spelen. Ja. En dat kan, we hebben eigenlijk een hele kwaliteit de jongens voetballen, zeg maar. Ja, veel kwaliteit. Ja, en eigenlijk vind ik soms gewoon eigenlijk dat die bij sommige wasterijen eigenlijk niet uitkomt, zeg maar. Ja, ja. En ja. Dat is wel een spelletje, zeg maar, dat is een voetbal. Ja. En is die, vandaag denk je, nou, we gaan gewoon een matje aan. Ja. En dan gaat het gewoon. Ja, moeilijkste dag wordt het, zeg maar. Ja, 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 ja. En dan zie je gewoon die ene dag waar je denkt, nou, wat zullen we vandaag moeilijk krijgen, gaan ze heel snel overheen, zeg maar. Ja, precies. En dat is het wonder van de voetbal, zeg maar. Ja, ja. Ja, geweldig, hè. Ja, ja. Dat is het mooiste, want daarom dat het spelletje ook altijd zo leuk is, dat het altijd verrassend is. Ja, ja. Zeker, absoluut. Ja. Kijk je sowieso alle thuiswedstrijden prima? Zoveel mogelijk. Ja? Ja. Ja. Als je soms moet rijden van naar andere kinderen, zeg maar. Ja. Ja, dan kom ik er wel een tweede helft te kijken of zo. Soms maar. Zoveel mogelijk kom ik er wel kijken, ja. Mooi. Ja. En als je hier omgeving uitgaat, zeg maar, dan ga je ook mee, meestal. Ja. Ja. Mooi. En DVS TV, volg je dat ook wel een beetje? Ja, zeker. Ja? Ja. 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 Mooi. Voor ons is altijd, wij wachten dat altijd eigenlijk, dat wij net een wedstrijd gezien hebben, bijvoorbeeld de afgelopen zaterdag, ja. Dan ga je wel eens zondagavond of zaterdagavond, dan ga je nog een keer kijken. Ja. Dat je gewoon denkt, hey, ja, heb ik wat gemist. Ja, ja. Ja, precies, ja. Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, en je hebt hier, hoe ben je bij de gemeente terechtgekomen? Je werkt al heel lang bij de gemeente, of niet? Ik werk eigenlijk bijna 20 jaar. Hoeveel? Bijna 20 jaar. Zo? Ja. Ja. En daarvoor heb ik het bedrijf Tonso, drie lamen. Ja. Ik weet niet of dat zegt van groen bedrijf. Ja, 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 dat bedrijf, ja. Daar heb ik 6 jaar gewerkt, zeg maar. Ja, ja. En ja. Toen werk ik eigenlijk van Ermelo West, zeg maar. En toen heb ik eigenlijk via contact gekomen van de mensen van de gemeente en zo. En deed ik heel veel werk van hun, zeg maar, vanuit de gemeente, zeg maar. Ja. En toen was het een paar plekken vrij. En toen zegt hij, eentje, joh, kun je niet solliciteren bij de gemeente? Misschien is hij dat je hebt nou kinderen en die worden ook groeien gewoon op, zeg maar. Ja. En dan moet je straks ook misschien
voetbalveld in de tijd. Ja. En als je zo'n tonsel werkte, soms was ik 7 uur of 8 uur avond thuis. Want soms ben je heel ver weg, zeg maar, dan ben je heel lang onderweg. Ja. En toen heb ik zo eigenlijk gesolliciteerd en toen is hij aangenomen. En dan werk ik hier bij, volgende maand 20 jaar. Zo. Ja. Mooi hoor. Ja, zeker. En in een bepaalde groep ook waar je mee samenwerkt? Nee, nu moet ik vertellen, werk ik alleen zeg maar, van de veemachine, zeg maar. Ja. En probeer ik heel erg maar om mooie schoon te houden, zeg maar. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, en het is brandschoon. Ik doe mijn best. Ja, ja. Zeker. Ja. Geweldig. Ja. Ja, mooi hoor. Ja, dat is mooi. Ja. Ja, maar datzelfde werk doe je niet bij DVS? Nee, het is meer in organisatorische zin volgens mij, of niet? Ja, meer van eigenlijk wat ik. Inderdaad, meer van dat je probeert om. Vooral met heel veel jongens van buitenlandse afkomst zelf probeer ik een beetje te vertellen, joh, die dingen werken gewoon zo en zo. Ja. Omdat heel veel mensen die weten niet gewoon hoe dat werkt, zeg maar. Ja. En ik probeer het altijd te verdiepen. Hey, omdat ik ben ook niet gewend hoe bepaalde dingen zijn. Ja. Maar ik probeer gewoon elke dag een beetje te leren, zeg maar, joh. Misschien als je zo doet, misschien is hij beter. Ja. En dan moet je bepaalde dingen ook geduld hebben, dat je ook niet gauw dingen af reageert, zeg maar, heel veel. Ja. Dat ze gewoon proberen om maatschappij mee te gaan, aan de positiviteit gewoon te geven. Ja. Joh, als je moet gewoon het werk zoeken, je moet gewoon het hard doen, je moet de school zo. Wat goed. Ja. Ja, dat is heel mooi. Ja. Maar je hebt dat natuurlijk zelf ook meegemaakt, hè? Dat DVS daarin jou geholpen heeft. En, ja, ja. En dat is jouw drijfveer. Ja. Dus om die jeugd die dat dreigt eventueel te ontsporen of een foutje te maken, ja. Om die op te vangen. Ja. God, wat leuk. Ja, zeker. Ja, mooi. Ja. Kijk, zo moet het, hè? Ja, zo hoort het. Respect naar elkaar toe. Ja. Prachtig. Ja. Ja. Ja, daar had ik het eigenlijk met Michael Moussa ook over, hè? Ja. Ik weet niet of je die gezien hebt, die aflevering. Ja, die heb ik heel vaak. Nou ja, dat heb ik gezien, zeker, ja. 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 Eigenlijk hetzelfde verhaal, een beetje, ja. Hè? Ja. Ja, zeker. En dat hij nu ook gewoon dat sociaal-pedagogische werk gaat doen. Ja. Ja, dat is fantastisch natuurlijk, hè? Ja, ja. Ja, ja. Hij heeft ook mogelijkheid, omdat hij zit nu op school. Ja. En ik zei ook tegen hem altijd, je moet gewoon zorgen dat je diploma haalt. Ja. Zonder diploma kun je nergens. Precies. Dus dan moet je gewoon. En je wil graag om maatschappij meedraaien. Ja. Dus dan ben je eigenlijk om voor jezelf te verplicht om op papier te halen. Ja, precies. Ja. Wat is het hier mooi, hè? Ja, het is schitterend. Wat hebben we? Wat hebben we een mooie gemeente, maar ook een prachtig buitengebied ook. Ja, denk ik. Hè? Ja. Geniet je daar ook wel veel van? Ja, fiets je ook wel lekker veel, of niet? Ik heb hier wat heel veel bomen geplant en zo. Ja. Die tijd toen ik werk ik toch zo, zeg maar. Ja. En dan zie ik er nog mooie bomen staan en ik denk, hey, ja. wat wonen wij eigenlijk ook prachtig gemeente. Ja, fantastisch. Ja. Dat is echt niet te veel meer. Ja. Ja. En toch heeft ook de jeugd, ja. Zelfs in alle vrijheid, het soms denk ik toch best een beetje moeilijk, hè, in Nederland. Ook qua wonen en zo en woonruimte zoeken, ja, et cetera. Ja. Hebben jouw zoons daar ook last van of niet? Nog niet. Nog niet. Ze wonen nog thuis. Ja. Omdat allemaal studeren. Ja, van eentje die jongste, zeg maar, nu gaat ook naar Groevenbeek. Ja. En voor de rest is het allemaal, zitten nu 3 binnen. Groevenbeek en 2 bij Zwolle in Winsenheim, zeg maar. Ja. Ja. Zo. Ja. Mooi hoor. Ja, zeker. Dus de jongens doen het goed? Ja, ze doen absoluut goed, ja. Ja? Ja. Mooi. En vooral als je het ook, wat ik zei net, ook dat ze ook. Niet alleen om zelf denken, maar ook dat ze iets terug doen, ook maatschappij. Ja. Dat vind ik ook
Mooi hoor. Ja, zeker. Ja, ik kan me voorstellen dat je het leven lacht je toe. Ja, zeker. En jij lacht het leven toe. Ja. Zeg maar. Ja. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Ja. Ja, en de toekomst? Ja, dat weet er niemand. Nee. Nee. Nee, hè? Nee. Dat is ook mooi hoor, want ja. ik geniet ook enorm van mijn opa zijn. Ja. Weet je wel, maar dat ga jij straks natuurlijk ook krijgen. Ja. Als het even kan. Ja. Ik hoop wel dat hij meemaakt, zeg maar. Ja. Ja. Dat zou wel heel mooi zijn. Ja. Hoe oud ben jij nou, Lima? Ik word 50. Ja. Word ik binnenkort. 50? Ja. Ja. Mooie leeftijd. Ja, zeker. Zeker. Ja, absoluut. Ja. Ik heb er alweer bijna. Ja. Heb jij nog een apart verhaal of zo? Een mooie anekdote wat je wel eens hebt meegemaakt met de gemeente of weet ik het, in je werk of wat dan ook? Ik heb iets meegemaakt eigenlijk, drie maanden terug, zeg maar. Ja. Ik was het, 's middags was ik thuis, tussen de middag heb ik thuis gegeten. Ja. En ik rijd met mijn veegmachine. Voor 1 uur, iets vroeg, zeg maar, normale tijd waar ik wegrijd. Yeah. En dan ging je naar de oude Telgterberg bij de spoorovergang. En dan zag ik een jongen die daar stond, zeg maar, met de trein te wachten, zeg maar. Yeah. En ik stond heel snel naar de veegmachine aan de kant, zeg maar. Yeah. En ik hoorde op dat moment eigenlijk dat die trein ging met die... gingen naar beneden, zeg maar, van spoorwegovergang. Ja. En die jongen stond er daar, zeg maar. Ja. Ik dacht, nou, wat is hij aan het doen, zeg maar. Ik ren echt heel snel naartoe. Ja. Ik zei, nee, kom maar kijken naar mij. Ik zag een trein aankomen. En hij kijkt naar mij zo. Ik zei, nou, kom maar heel even, wat ik zeg voor die tijd. En ik pak het gewoon zo af. En dan ging ik daarna met hem praten, zeg maar. Meer dan 3 kwartier lang, zeg maar. En toen zegt hij, ik zei, nou, waarom ga je dat doen? Yeah. En toen zegt hij, mijn vriendin is hier bij mijn huis uitgegooid en ik heb er geen familie om te gaan weg. Geen familie of niks waar ik heen terug ga of zo. Yeah. Ik zei, maar dit is geen antwoord, zeg maar, yeah, om zoiets te doen. Dat is niet goed. Yeah. Toen zegt hij, nou, wat moet ik nou doen? Ik zei, nou, als je nergens anders kan, je mag van mij ook mee. Yeah. Je mag bij mijn huis komen en hoef je niet dat te doen. Kijk, ik zei tegen hem, joh, als je zoiets doet, dan doe je gewoon iedereen pijn straks. Ja. Yeah. En zeg. Ja, ik zei, dat is het slechtste iets wat je kan denken, zeg maar, om te doen. Ja. Yeah. Toen zegt hij, ja, maar ik heb geen andere uitweg. Ik zei, joh, luister even mij. Ik ben voor niks. Ik had er niks toen ik kwam. Ja. En ik heb gered. Ja. En jij zou ook redden. Goh. Heb je nog steeds contact met hem? Ik heb al een tijdje terug heb ik heel even met hem gesproken. Ja. En hij ging nu weg. Hij kwam terug eigenlijk met die meisje wat hij eigenlijk... Yeah. Problemen mee had, zeg maar. Yeah. En hoor ik dat hij van een week dat hij naar de Wezem toe verhuisd is. En toen dacht ik, nou, anders was je niet geweest, zeg maar. En toen zegt hij, ik heb met mijn collega opgebeld op dat moment. Ik denk, nou, ik ga niet alleen met de veegmachine met die man. Yeah. Je weet maar nooit wat hij gaat doen. Yeah. En toen zegt die collega van mij, joh, is het... Ik zei, nou kun jij gewoon met de auto meenemen en dan misschien brengen we even naar bij de gemeentehuis, heb je zo'n, hoe heet dat, zo'n organisatie waar ja, die jeugdhulp, zeg maar. Ja. Ik zei, nou kunnen we misschien daar brengen, zeg maar. Omdat als je gewoon hier laat, dan weet je gewoon wat er gebeurt. Ja. En ik zei nadrukkelijk tegen hem, joh, als jij nou echt niet huis ergens anders niet kan, kom bij mij. Ja. En dan niet slechte dingen doen. Dat is het slechtste wat je kan doen in je leven. Oh. Ja. Nou, Liban. Ja. Dat is maar een verhaal, zeg. Ja. Dat jou ook moet overkomen, zeg. Ja. Niet te geloven. Ja, zeker. Hè? Ja. Maar ik vond dat gewoon zelf, ja. Ja.
Toen zei zijn collega's, ja, hoe heb jij dat gedaan? Maar ik zei, nou jongens, dit is gewoon... Als je iedereen dat overkomt, dan denk je niet. Ja, ja. Je moet gewoon maar bij elkaar halen. Je ging echt op je intuïtie. Je ja. Van, die grote ja, dat moet niet gebeuren. Nee, dat, zonde. Van een jongen van 21, 20 jaar. Oh, prachtig. Hele leven gewoon voor hem. Prachtig. Ja. Nou, ik wil je bedanken. Geen dank. Dank voor dit verhaal. Ja. Maar ook voor het hele verhaal van je. Ja. Biba. Is mooi. Goed. Geweldig. Ja. Hey. Ja. Top. Je van maakt wat. Ja? Okay. Ja. Zeker. Okay. Komt goed. Oké. Okay. Het is even, het duurt wel een tijdje, denk ik, voordat het erop staat. Maar je moet er ook. Je moet ook wel. Ja. Ja. Oké. Okay. Okay. Hartstikke goed. Is goed. Jo. Gaat het? Kun je? Ja. Oké. Okay. Zo. Ongelooflijk. Nou, hier moet ik even... van bijkomen. Geweldig. Wat een man. Top.